Wij bieden in de Kop van Noord-Holland specialisten oudergeneeskunde een unieke kans. Een unieke kans om alle facetten in de ouderenzorg te ontdekken door een samenwerking tussen Woonzorggroep Samen en Geriant. Ik ben Ineke Laagland, regiomanager Geriant en tevens ad interim medisch manager van Woonzorggroep Samen. En in de dagelijkse praktijk stuur ik onder andere specialisten oudergeneeskunde aan voor de Kop van Noord-Holland. En in die hoedanigheid ben ik op zoek naar nieuwe collega's. Geriant is een ambulant team van professionals, specialisten oudergeneeskunde, psychologen en case managers dementie, die na verwijzing van de huisarts diagnostiek, begeleiding en ondersteuning bieden voor de hele Kop voor Noord-Holland en met name voor mensen die thuis wonen. En we doen dat zolang als dat thuis ook kan. En dat kan betekenen dat uiteindelijk iemand toch wordt opgenomen in een intramurale setting, dan wel iemand overlijdt. Of tevens kan het zijn dat het tijdelijk verblijf in onze kliniek ten behoeve van diagnostiek of ondersteuning, begeleiding, als interventie ingezet kan worden. Bij Woonzorggroep Samen vind je eigenlijk alle aspecten waar een specialist oudergeneeskunde in de ouderenzorg zijn werk en weg kan vinden. En dat kan zijn in intramurale woonzetting, dat kan zijn ambulant, dat kan zijn bij de revalidatie en behandeling. Eigenlijk alles wat in die laatste levensfase voor ouderen in onze regio van belang is. De samenwerking houdt in dat op dit moment is de situatie zo dat je in de Kop van Noord-Holland of kiest voor het ambulante vak, zoals geschetst bij Geriant, dan wel voor een intramurale of semi-intramurale instelling als Woonzorggroep Samen, met alle facetten van complexe zorg en ook palliatieve trajecten die uitgezet worden. Maar soms heb je die keus nog helemaal niet willen maken of kun je die nog niet maken. En met elkaar kunnen we onderzoeken of dat op deze manier wel kan. En dat maakt dat je eigenlijk open aan de slag kan bij ons. We nodigen je uit om jouw visie te realiseren en je ambities waar te maken. Want waarom zou je kiezen als je het allebei kunt doen?